denk dat we vorig jaar ook bewezen hebben dat we Europese zeker ons kunnen tonen. En dat hebben we vandaag ook weer opnieuw gedaan. We moeten het positieve meepakken naar de volgende match, denk ik. En toch geconcentreerd blijven tot de laatste minuut. Want het is een beetje hetzelfde verhaal als vorig jaar. Ik denk dat we daar ook in 2-3 matchen een tegengoal binnenkrijgen in de 90ste minuut of zo. Dus dat moeten we toch onthouden. On peut être déçu du résultat, mais certainement pas de la manière. On a eu des occasions pour mettre le deuxième but, malheureusement on ne l'a pas fait. Et on est tombé sur une équipe de Monaco qui savait bien jouer au football, qui a le niveau de la Champions League. Et je suis très content du comportement de mes joueurs aujourd'hui qui ont tout donné. Ik denk dat we heel goed vanuit blok hebben gespeeld. Ook kansen hebben gecreëerd. En natuurlijk is het spijtig als je op het laatste terug, net zoals vorig jaar in de Champions League, nog een goal tegenkrijgt. Terwijl dat je daarna toch nog een grote kans krijgt om te scoren. Dus het is spijtig, maar ik denk dat we over het algemeen wel tevreden mogen zijn over onze match vandaag. Alors, on doit se servir de ce match-ci, point de vue de notre fond de jeu. On a quand même bien joué au football, on est bien sorti de défense aussi à certains moments. On était dans des situations délicates. Today maybe was maybe the best game with Anderlecht that I played this season. And I can say I'm really happy, and it was a nice atmosphere thanks to the public. So I think everybody enjoyed today, only the results, 1-1, but that's football.